Ik dacht, nu toch ons laatste optreden is, ga ik jullie iets laten zien wat je eigenlijk nooit van bands te zien krijgt. Mag even mijn traantjes wegvegen. Ah. Nou ja, wat een avond. Ja, nu is het gezellig. Het is inmiddels vrijdag. Uurtje of 11:30. De kater is een beetje gezakt. Niet zoveel gedronken, dacht ik, maar wel in hoog tempo. Ik wilde voor de show niks drinken om helemaal scherp te kunnen zijn. Toen heb ik dat na de show even lekker ingehaald. Het was heel erg... Ik weet eigenlijk niet of ik iets heb gezegd over het optreden gisteravond nog. Maar het was echt, zoals je misschien aan onze gezichten kon zien, was het echt fantastisch. Het ging heel erg goed. Het was... Ja, het was overweldigend. Vooral hoe het publiek meedeed, meezong. Alle liedjes nog kende, alle teksten nog kende. Ik keek naar rechtsboven en daar zaten mijn ouders te genieten. Dat kon ik af en toe een beetje zien als het licht in het publiek een beetje aanging. Ik keek naar links voor en daar stond Jelle met Bram en Doak en Jesse. Dat was ook een heel bijzonder gezicht. Erik en Max. Zoveel vrienden overal waar ik keek, zag ik vrienden of familie. En het spelen ging gewoon heel goed. Het was zeker niet perfect, maar het was zo vertrouwd en zo als van ouds. En tegelijkertijd ook weer zo wonderlijk om in één keer weer op een podium te staan. En na het optreden ging ik ook net als vroeger naar de merchandise, waar onze merchandise wordt verkocht. En ik dacht, er staan een stuk of 4, 5... fans van vroeger die misschien alsnog even op de foto willen of even willen kletsen. Maar er stond een enorme rij van mensen die allemaal wilden kletsen op de foto en handtekeningen. Maar ik heb echt zulke leuke gesprekken gevoerd met mensen die vroeger op hun 15e, 16e, 17e naar onze shows gingen. En voor wie onze muziek nog steeds heel veel betekent. En zo werkt dat natuurlijk ook, denk ik, voor heel veel mensen. De muziek die je als puber veel draait, die blijft voor altijd in je hoofd en in je hart, ook al luister je niet meer iedere dag ernaar. Maar al die fans van vroeger zeiden ook van ja, het was zo bijzonder. Zodra jullie gingen spelen, was ik weer helemaal terug in 2010, 2011. En ik kon alle teksten nog helemaal meezingen. En het was echt, ik vond het af en toe echt emotioneel om met ze te praten. Omdat iedereen die ik sprak had hele positieve, leuke, vrolijke, bijzondere herinneringen aan toen. Aan de concerten waar ze allemaal vrienden hebben ontmoet. Waar ze bijvoorbeeld ontdekt hebben dat ze zelf ook muziek wilden maken. Waar ze ontdekt hebben wie ze waren, wie ze wilden zijn. En het is zo bijzonder dat wij dat voor mensen hebben kunnen betekenen. Terwijl daar denk je natuurlijk niet over na als je een band begint. Je gaat gewoon lekker thuis liedjes schrijven en dan samen in de oefenruimte lekker kloten en dan eens een keertje optreden. En je denkt er nooit over na dat je zoveel impact blijkt te kunnen hebben op iemands leven op een hele goede manier. Ja, daar was ik ook helemaal door overdonderd. En ik was, ik ging met een heel vol hoofd naar huis. En nu is de hoofdpijn een beetje weggetrokken. Ik heb ontzettend veel trek, dus ik ga even lekker wat eten. En dan vanmiddag om 4:00 meld ik mij opnieuw in de Vorstin. En gaan we nog een keer spelen. Er komen weer heel veel leuke mensen, weet ik al. Martijn komt met de kinderen. Bonnie en Nick komen met de vrienden. Jelle komt gewoon nog een keer. En dat wordt dan ook gelijk weer ons laatste concert. In ieder geval voor de komende 7 jaar. Dus het wordt ook wel weer heel bijzonder. Na vandaag ben ik geen rockster meer. Maar het was wel heel leuk om me weer even zo te voelen. Heb je daar? Only 7 left sokken. Oh. Woe! We zijn in de Vorstin, we hebben nog even een kort soundcheckje gedaan. En hier achter mij zie je Sander. En Sander was vroeger onze geluidsman. Heeft wel 100.000 shows met ons gedaan. En vandaag is hij mijn drumtech. Ik heb nog nooit een drumtech gehad.
Hij is nu even mijn snare drum aan het stemmen. Ik dacht, nu toch ons laatste optreden is, ga ik jullie iets laten zien wat je eigenlijk nooit van bands te zien krijgt. Namelijk de backing track. Wij spelen met een backing track. Dat betekent dat er vanaf een laptop een aantal dingen meelopen met de muziek. Bijvoorbeeld percussie, tamboerijntje, wat trommels, strings, wat synths die niet gespeeld worden. Hier en daar ook wat backing vocals. Zeg maar alles wat we niet live kunnen spelen, maar wat wel belangrijk is dat je dat net als op de opname gewoon live hoort. En dat is aan onze geluidsman om daar een mooie mix van te maken. Maar om te zorgen dat wij dan precies op de maat meespelen met die instrumenten die op de laptop staan, spelen we op een click track. Een click track is eigenlijk een metronoom. Dus dan, als je die afspeelt, dan hoor je alleen maar zo'n tikje die de maat aangeeft. En dat horen wij dus wel op onze oortjes, in onze in-ears. Maar het publiek hoort dat natuurlijk niet in de zaal. Maar er is er nog een spoor, behalve de click track, dat het publiek ook niet hoort. En wij wel in onze oortjes. En dat zijn de cues, de aanwijzingen. En daar staan soms best wel verrassende dingen op. Ik ken ook bands die er echt allemaal grapjes tussen de nummers in hebben gedaan. Wij hebben in ieder geval, dat ik steeds aan het begin zeg, de titel van het nummer. Zodat je zeker weet dat je met z'n allen hetzelfde nummer gaat inzetten. Dat is wel echt heel belangrijk. White Lies met dubbel intro. En er zijn ook een paar nummers waarbij ik het gewoon heel lastig vond om te onthouden wat ik ook weer moest spelen. Dus dan hoor je bijvoorbeeld dit. Drums in 1, 2, 3, 4. Dat is iets wat jij misschien als bezoeker van een concert zeker niet hoort en waarschijnlijk niet eens weet dat de band allerlei dingen op hun oren hoort die jij niet meekrijgt. Zeven uur, de zaal gaat open, de mensen komen binnen, het voorprogramma De Overslap begint en backstage is de sfeer eigenlijk behoorlijk ontspannen. Het is inmiddels 8:45 en we gaan bijna beginnen met de tweede en laatste show. Dit is zeg maar de reunie en ons afscheid. En ik heb geen zenuwen, maar misschien komt het zo nog als het intro loopt. Ik vroeg Sander en Jelle om wat shots te maken van de show, maar dat werden er iets meer dan een paar. Dus hier zijn een paar goede highlights. Draadjes wegvegen. Was het emotioneel? Het is nu echt klaar, denk ik, of niet? Ja, zijn we uit elkaar? Officieel uit elkaar. Ja. We hebben het zeker uitgeteld, maar nu gaan we echt uit elkaar. Ja, dat was wel vet, hè? Het voelt als een droom. Ja. Een beetje. Dat wij dit zijn. Ja. De hele zaal uit zijn bol. En tegelijkertijd op de tijd heeft stilstaan, alsof we vorige maand nog een toertje hadden gedaan. Die gewoon nog steeds verraad. Maar ook wel opgelucht.
Er valt een last van mijn schouders. Kunnen we door met ons maar leven? Maar het was wel echt leuk, dus. Ja, het is echt... Ik sta ervoor open ja. om over 7 jaar ja, toch vertwijfeld over na te denken. Ja. Nou, over 7 jaar gaan we erover nadenken. Ja. Hey. Zijn auto. Dat is leuk, hè? Maar ik ben wel verdrietig. Ben je nou weer verdrietig? Net als 7 jaar geleden toen we ook uit elkaar gingen. Ja. Je bent echt verdrietig, zie ik. Ja, tuurlijk. Ik had het echt niet beter kunnen wensen dan dit. Die tweede, ik ben zo blij dat mijn stem een beetje meer, ja. wat heel raar is eigenlijk. Ik dacht dat die correct zou zijn, maar nou ja. Wat een avond. Proost. Ja, proost. Koppen afzuipen. Lekker. Mijn gulp, oh, op podium net ook al, denk ik. Vond je het? Geweldig. Ja. Echt heel leuk. Dat was echt geweldig. Dat is echt geweldig. Voor, ja. Ik wou dat ik altijd met deze instelling dit had gedaan. Iedere show. Alsof het de laatste is. Ja, nou ja, ik speelde veel relaxer. Ik dacht meer van, gewoon ook plezier hebben. Het hoeft niet precies allemaal... Het moet gewoon goed zijn, maar het hoeft niet... Nee. Dus, ja. Same. Echt genoten. Ja, ik vond het geweldig. Ik vind het leuk. Het was gewoon ook voor mij nostalgie. Ja, serieus. Even genoten, leuk om... Dezelfde koppen vooraan te zien. Ja. Dezelfde koppen op het podium. Ja, ik ga het. Jij? Ik ben heel blij dat je erbij was. Ik, ja, dankjewel. Ja. Bedankt dat ik erbij was. En na een geslaagd concert en weer heel veel leuke gesprekken met vrienden, familie en fans, was het tijd voor een kleine afterparty. Ja, interview met Björk. Ja, let's go. Diep interview. Waar zijn we nou? We zijn met Kai. Dat is de bassist van Charmplay. Ja. Dat is gezellig. We hebben een hele goede show gespeeld. Zeker. Ik wil morgen weer spelen. Maar... Ja, jammer hoor je. Jammer. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Ja, fucking hell. Ik wou dat ik jou was. Ja. Ik wou juist dat ik jou was. Gewoon dat ik jou was. Dus niet, ook nooit. Kijk, ga ophangen. Doei. Doei. Nou, ik weet niet of je me kan horen, want ik zit op de fiets. We hadden nog een leuk afterpartytje. Bij Kai thuis. Ja, het was mooi. Het was geweldig. Ik heb eigenlijk het wat me het meest bij zal blijven, is alle leuke gesprekken die ik heb gehad met de fans van vroeger. Zeg maar de mensen die 7 jaar, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden fan zijn geworden. En die nu gewoon volwassen mensen waren. Ja, het was echt fantastisch. Het was nostalgisch. Het was leuker dan ik had durven dromen. Ik ben ook opgelucht dat het klaar is, maar... Ik vond het ook echt fantastisch. Dus het was allemaal niet voor niks geweest. Alle stress, al het repeteren, al het gedoe, al het geregel, alle frustratie. Het was vooral echt fantastisch. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Kijk maar even. Doei! Dit zijn twee... Wat is dit?